Vandaag zijn we bij Intertoys AB Tilburg om de nieuwe Pokémon 151 set uit te pakken. We hebben een hele vette Elite Trainer Box en de Binder Collection. En dat doe ik niet alleen, want dat doe ik met... Krijn! Hey! Abonneer ook op Krijn. Ah, erg bedankt. We gaan dit jaar voor de 10.000 abonnees. Dat ga je sowieso halen. Dankjewel. Jij gaat voor... Wij gaan voor de 100.000, jongens. Ik hoop dat het... Binnen 3 jaar gaat lukken. Aan jou de eer, Rick. Het is jouw kanaal. Jij mag hem openmaken. Daar gaan we. Daar gaan we dan. Nou, het boekje is gepakt. Ik heb ondertussen een heel flesje ijsthee op. Ja, dit is dus de gloednieuwe set en het gaat over de eerste 151 Pokémon waar ik mee op ben gegroeid. Ben jij hier ook mee opgegroeid? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ik heb alle Pokémon Blue gespeeld. Voor. Ja, heel vet. Ja, kijk, als we nou achterin het boekje gaan kijken. Kijk die Charizard al meteen. Oh. Kijk die Charizard. Zou wat zijn als we die poelen, hè? Deze zou ook heel vet zijn, die Mr. Mime. De Mr. Mime. En ja, we hebben natuurlijk hele speciale Mew-kaarten, ook onwijs vet. Ja, en dit zijn nog ook 3 kaarten die je heel graag wil hebben, denk ik. En de meest favoriete, het moet wel Charizard zijn. Maar ik vind deze ook heel vet. Die is ook heel vet. Op zijn kanaal staat ook een video. Ik ga niks zeggen. Ik zeg alleen, ga kijken. We hebben een vette bingo gedaan, jongens. Check de video. In deze Elite Trainer Box zitten onder andere hele vette sleeves. Zo. Ik vind deze wel cool. Je ziet hier allemaal kleine silhouetjes van de 151. Ja, heel gaaf. Wat zit er nog meer in? Een hele toffe codekaart. En deze codekaart, ja, ik ga hem nu al geven. Jullie mogen hem nu al hebben. Claim hem snel. Die is voor jullie. Dan zitten er natuurlijk heel veel packs in. Hoeveel zijn het er? 9. Ik denk 9 pakjes. Allemaal met de vette Mew Art. Ook hele toffe dividers. Dezelfde art staat erop die ook op de sleeve staat. Leuk. Ja, kan er niet verder veel over vertellen. Nou, hier ook niet. De energy kaarten die je gewend bent. Dobbelsteentjes en natuurlijk de muntjes. Maar het vetste heb jij. En wie had het gedacht? We hebben een Snorlax promo kaart. Ja. Dat had je eigenlijk wel verwacht, hè? Met een hele leuke Pidgey. Leuk. Met een Pidgey erop. Met ook nog een Pidgey erop. Hij is natuurlijk aan het slapen. Voor de mensen die niet weten, Pokémon Sleep. De mascotte daarvan is natuurlijk Snorlax. Yes. We gaan snel de pakjes openmaken. Wil jij de eerste doen? We gaan gewoon om en om openen, jongens. Leuk. Voor de mensen die hem nog niet kennen, ik ben iemand die dus echt heel erg van Pokémon pakjes open. Ja. Zoals je ziet, dat pakje gaat ook al meteen open als boter. Eentje naar voren, dan heb je daar de energy. Grass. En... Oh, fire! En we beginnen met Oddish. Een hele mooie Oddish. Maar laten we wel even die arts appreciëren. Ja. We hebben hier een hele mooie Mankey kaart. Dit doet me een beetje denken aan de Lion King. Ik wou net hetzelfde zeggen. Ja. Ja. Een Mankey probeert Simba te zijn. Cute. Meowth. Heel erg schattige kaart leuk, ook. Leuk. Execute. De eieren. Een heel leger gewoon aan die eieren. Zeker. Oh, mooi kaartje. Golduck. Okay, nice. Heel mooi. Pinsir. Volgens mij gaat er nu een reverse komen. De eerste reverse is altijd een reverse. Hierna kan er een speciale kaart in zitten. Ja, en mijntje is dus die Pikachu kaart. Dus ik hoop dat die erin zit. Ja. Dat zou het zijn, als er mis. Oh, een Tauros. En op de laatste plek zit. Volgens mij is er. Ja, volgens mij hebben we gelijk al iets vet. We hebben iets. 3, 2, 1. Venusaur EX. We beginnen meteen met een vette hitter. Heerlijk. Hele toffe kaart. En hoe gaaf zou het nou zijn als wij die volledige evolutielijn kunnen pakken? Dat zou sick zijn, hè? Een Ivysaurtje erbij en een Bulbasaurtje. Dat is mooi. Ik heb er niks meer over te zeggen. Als jij nou dat pakje gaat openmaken, natuurlijk hebben we hier mooie sleeves. Die gaan we gelijk gebruiken. Doe jij hem er inderdaad eventjes in. Ik heb hier de volgende codekaart voor jullie. Dit is dus weer niet zo'n glimmende, maar dat maakt niet uit. Een Drowsy. Een huisje. Ja, die zit lekker te chillen op een dak. Daar hebben we ook nog wat leuks over in de video van Krijn. Check hem zeker. Een hele leuke Bulbasaur kaart. Slowpoke hier lekker in het water. Die heeft de dag van zijn leven. Ja, die is heel keihard aan het chillen. Growlithe. Een Grabber. Kingler, die heeft zijn schade daarvoor. Maar precies, ja. Wat zit er op de plek van de reverse? Dat komt hierna. Wow! Oh, wow. Die heb ik nog niet eerder gezien. Oeh, die heb ik nog niet eerder gezien. Een Mewtwo reverse kaart. En ik denk ook dat jij iets hebt. Ik zie iets zwarts. Hebben we weer wat? Dan ga ik hem even heel, heel goed voor je camera houden. Dan gaan we. 3, 2, 1. Daar komt hij. Poliwhirl. Nee, hier komt hij. Hier komt hij. Geloof mij maar. Geloof mij maar. Ik vind dat babytje heel schattig. Wauw. Dit is zo'n leuke kaart. Ja, man. Nou, gefeliciteerd. Ik ben blij voor je, bro. Hij gaat echt goed. Die gaat meteen in de binder die we natuurlijk ook nog gaan openmaken. Die gaan we straks openmaken. Ja. Dan doe ik de Kangaskhan even in het douche. 1 codekaart voor jullie alweer. Wat? Crash, ja, ik raad dus altijd die energiekaart. Jij doet dat niet. Electric. Oh. Helaas. Ja, ik vind dat zo leuk. Elke keer als ik dus zo'n energiekaart raad, dan verdien ik wel een schouderklopje. Yeah. Ik vind dat gewoon leuk om te doen. Bill's Transfer. Ja, leuk dat er ook characters in zitten van de originele games. Natuurlijk Bill en Erica. Nou, hier heb je een mooie leftover, alsjeblieft. Bonita. Ja, die illustration kaarten moeten we nog vinden. Ja, dat zou die moeten we nog vinden. Een illustration rare hebben. Oeh, met de fire. Super vette kaart. Heel mooi. We hebben de Aerodactyl Holo. Ja. Echt heel ziek. Love it. Gaan door met het volgende pakje. Kijk, en dit bedoelde ik dus. Met dat je van die hele speciale
glimmende energy kaart hebben. Heel bizar. Heel nice. Nou, eens even kijken wat we hebben. Deze Geodude, ik vind deze echt heel grappig hoe die daar tussen de steentjes ligt. Ja, oh, en dan gaan we gelijk over naar de schattigste Pokémon. Schattigste Pokémon. Laten we even eerlijk zijn, toch? We hebben een Staryu. Oh, deze Charmin. Is ook leuk. Ook nog nooit gezien. Nog niet eerder gezien. Nee, heel vette kaart. Heel en natuurlijk staart in de brand. Want weet je wat er gebeurt als die staart uitgaat? Ja, ik weet het, maar vertel het. Dan gaat hij dood. Mm. Dan gaan we die laten gebeuren. Nee. Nou, we hebben hier een Rigidbent. Haunter, oké. Okay. Ah, kom op. Het moet toch weer. Oeh, nou ja, Moltres. Ja, de Legendary Bird. En ik ga niet klagen, we hebben goede pools ondertoe. Ja. Eentje naar achteren en het is gewoon heel erg leuk om die original 151 te zien. Ja, en als je dan zo'n Illustration Rare pakt, dan word je helemaal blij, hè? Ja, vooral voor mij is het fijn, want ik ben dus iemand die vooral oude Pokémon's kent. Ik moet misschien nog wat meer de games spelen. Dat is wel het chillen aan jouw kanaal. Dan kan je gewoon lekker kijken naar die spellen. Ja. Daisy's Help, Pinsir. Het is er een, hè? Het is een Illustration Rare volgens mij. Ik ga hem even mooi dichtbij houden. Welke is het? En Gyarados. Wel twee waterpokémon. Super. Oh, die Wartortle is zo mooi. Het lijkt ook echt alsof het licht van boven op die kaart in het water valt. Het er eruit ziet. Ik vind het echt heel vet met zijn freediving aanval, spinning attack. Dit is een kaart voor de binder. Wat een mooi kaartje, zeg. Oh, kijk hem dan, joh. Het is nu al geslaagd. Ik heb wel eens ETB's gehad waar letterlijk maar één pool in zit. Ja. En dan gewoon een normaal pool. Het gebeurt. Het gebeurt helaas wel. Nu hebben er al drie en we hebben nog een aantal pakjes te gaan. Ja. We gaan sick. We hebben een Basic Energy. Sparrow. Rhyhorn. Magikarp. Die is altijd leuk om Magikarps te poelen. Maakt niet uit. Ik vind dat grappig. Behalve in Pokémon Go is het ook wel leuk. Maar dan had je dus 400 candy nodig. Ja. Niet normaal. Protecting Goggles. Arcanine. Primeape. Kom op. Ja. Oh. First Vaporeon is ook wel lekker hoor. Evolution. Ja, maar je wordt er Je bent geprankt, hè? Ik word er gewoon geprankt. Dit zilveren randje. Precies. En vroeger was dat gewoon een hit, maar nu is het gewoon een dodrio. Alles is zilver. Volgende. We hebben er nog twee en dan hebben we daarna natuurlijk nog de binder, waar ook nog vier packjes in zitten. Fighting. Maar die is mooi, man. Die electric kaart. Ik ben er echt heel blij mee. We hebben Ekans Snake omgedraaid. Maar dat weten wij toch wel. Cubone. Laat in de comments weten als je dat nog niet wist, jongens. Magnemite. Zo, deze lijkt trouwens alsof die op een school zit bij de kluisjes of zo. Ja, nou dat is ook zo. Kijk dan. Het lijkt er wel op, hè? Heel bizar. Ja. Maar vroeger was ook allemaal van die kaarten die oprecht gefotografeerd waren. Ken je die nog even? Poppetjes. Sowieso, daar lijkt het op. Ja. We hebben Magikarp in reverse. Energy sticker. En als laatste. Ja, nee, maar. Geprankt, hè? Geprankt, ik had het door. We hebben de Flareon, wel super zieke kaart. Ja man, al dat vuur eromheen. Hij heeft een beetje de pose van een Mew. Ga jij ook meteen alles in die map stoppen? Zeker. Nice. Want ik wil eigenlijk Illustration Rares gaan sparen en die allemaal in die map gooien. Nice. Dus dat zou echt heel sick zijn. Goed gekocht! Oh. Ja, en het is electric. Ik raad altijd electric. Dus kijk, let's go jongens, we hebben hem goed. En dan gaan we dan. Monkey. Lion King. Nee, dit lijkt op het allereerste pakje. Dat was begonnen op Monkey en Execute volgens mij. Nou weet ik het niet meer. Ik ook niet, maar hij lijkt er heel erg. Die eerste drie waren hetzelfde. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Snorlax. Daar is hij. Sandslash. Reverse Mucky. Mak. Ekans. Weer de slang. Reverse Ekans. Wil jij je ogen eens dicht doen? Gaat hij schreeuwen of niet? Ja. 3, 2, 1. Nee. Sorry, ik kan het niet faken. Het is niks. Het is helaas niks. We moeten nu het laatste pakje openen. Die is voor jou, man. En ik vraag me eigenlijk wel af, hoe ver ben je met Obsidian Flames? Daar heb je ook echt vette unboxing van. Ja, ik heb in ieder geval wel een mooie Charizard gepakt. Niet normaal. Ik ga die niet completen, maar ik heb wel een aantal hele vette kaartjes. Ik vind sowieso die Charm en de promo kaart uit ook heel mooi. Ja, ze gaan wel echt steeds de betere kant op, vind ik. Met die promo kaarten. Echt heel gaaf. Zo, ik schrok. Ik dacht dat er wat was. En er is ook wel iets. Er is een Magmar. Het is wel leuk, man. Het is wel een leuke kaart. Ja, prank denk ik hoor. Nee. Oh, jawel, we worden gehit door de McCamp. Oh man, helaas. Nee, ja. Maar als we nou even gewoon een recap doen, kijk eens. Ja, dit is gewoon perfect, want ik vind deze Wartortle echt geweldig. Dat is allemaal mijn favorite. Laat even in de reacties weten uiteindelijk wat jij de vetste kaart vindt in deze video. Ben ik heel benieuwd naar. Dan nu de enige echte binder collectie. Ja, hij voelt ook echt zwaar. Je merkt gewoon dat er ook een zwaar mapje is. Ja, ik wou net zeggen. Dat vind je leuk, hè? Ja, dat vind ik leuk. Hier, gooi nog iets. Nee, doen we niet. Ik zou het echt doen, hè. Ik zou het ook echt doen ook. Maar kijk eens even naar dit mooie mapje. Heel gaaf. En nog met een soort van, ja, niet een zipper, maar met een bandje erbij ook. Dat je hem lekker vast kan zetten, inderdaad. Kijk, hij houdt van gooien. Ja. Hier, nog meer. Nog één. Ik vind het wel heel leuk, deze, als je inderdaad fan bent van de eerste 151 Pokémon. Nou, ben je fan van de eerste 151? Probeer ze eens uit je hoofd te raden. Dan hebben we daar Charmeleon, Slowpoke. Deze sla je over. Blastoise. Juist. Blastoise. Ik ken ze allemaal wel, hoor. De eerste pakje uit deze box.
Yes. Alleen jouw Pokémon-kennis komt meer van de games, denk ik. Hè? Die van mij komt meer door het openmaken van heel veel. Ja, ik denk het wel. Meowth. Execute. Die hebben we al vaker gezien, hè? Inderdaad. Deze matchup hebben we volgens mij nog niet echt gezien. Powerful kaart. Oeh, deze hebben we ook nog niet gezien. Allemaal vechten deze Pokémon. Ze zijn allemaal vechtersbaas. Nou, dan moeten we maar een full art met champ of zo pakken. Ik weet niet of die erin zit. Butterfree, Farfetch. Ook wel een leuke. Vergezocht met een stukje prijk. B-drill. Oeh, ik heb hem wel liever in holo dan in reverse, hoor. Ja. Deze is ziek. Dit is mooi, hè? Dit is echt een hele mooie kaart. Lekker kaartje. Nog 3 pakjes te gaan. Let's go. Zullen we die laatste gewoon tegelijkertijd openmaken? Deze 2 gaan we tegelijk openmaken. En als we dan dezelfde kaart vinden op hetzelfde moment, dan wisselen we dat pakje. Wat vind je daarvan? Dat is goed. Dan doen we dat. Dan maakt het extra spannend. En dan gaan we dan, jongens. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Hoeveel likes? Hoeveel likes hebben we gaan vandaag? Ja, ik laten we hem gewoon zeggen 750 likes. Oh. Dat durf ik wel. Voor deze set moet dat lukken. Dan moet hier onder grass zitten. Ja! Nu gaat het lukken, jongens. Laat even dat blauwe duimpje achter. Hier zit wat moois in. Hier zit wat moois in. Daar gaan we voor. We hebben Clefairy. Machop alweer. Porygon. Dit lijkt net wel Minecraft, joh. Ja, echt, hè? Een heel apart kaartje. Wat een art. Daisy. Venomoth. Rapidash on fire. Altijd on fire. Ik vind die shiny trouwens echt heel mooi. Shiny Rapidash. Ratata, over een boomstammetje. Dit hebben ze ook gestolen van de Lion King. Ja, Hakuna Matata. Ja, je weet het. Ja, wat grappig. Oh, weer geprankt. We hebben de Nidoking. Ik hoop op een Mew. Daar hoop ik op. Dat zou cool zijn. Hè? Een Mew kaart. Of die Charizard DX die aan het vliegen is. Deze kaart, die is ook echt super gaaf. Fire! Altijd electric, hè? Daar gaan we dan. De laatste pakjes. We hebben Vulpix. Magnemite. Je hebt Koffing, Caterpie. Hey, Eevee! Eevee, Tangela. Cloyster en Lapras. Cycling Road. Scyther. Mijn favoriete Pokémon. Je favoriete Pokémon. Dat moet ik even door midden halen, jongens. Nee. Grapje. Die laten we met de rust. Bro, jij gaat eerst. Ik heb een Flareon, maar jij had wat, hè? Nee, jij gaat eerst. Okay. Jij gaat eerst, Rick. Ik maak hem even zelf. Jij maakt hem af met een Ninetales. Oeh, die is wel heel mooi, man. Zal ik eens bijspringen nu? Let op. Je hebt al gespiekt, hè? Let op. Wow! Nooit! Wat? Ja, ik zag iets goud. Hey, bro. Dit is insane. Dit is heel vet, jongens. Abonneer even op Rick's kanaal. Dit is toch ongelooflijk. En abonneer op Krijn's kanaal. Want als je leuke Pokémon YouTubers zoekt, dan is hij er zeker een van. Thanks. Ja, elke week twee unboxings. Knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op allebei onze kanalen. En dan zien we je gewoon bij de volgende video. Tot de volgende. Mazzels! It's a wrap. Woo!